In onze vorige video hebben we het gehad over de inhoud van een balk, een cilinder en een prisma. Nu gaan we daar de piramide en de kegel aan toevoegen. Om gelijk maar met de deur in huis te vallen. De inhoud van een kegel of piramide kan je berekenen met de formule: inhoud is gelijk aan de oppervlakte van het grondvlak keer de hoogte gedeeld door 3. Wordt ook wel geschreven als inhoud is gelijk aan 1/3 keer oppervlakte grondvlak keer hoogte. Beide formules komen natuurlijk gelijk uit, dus gebruik vooral de formule die je zelf het makkelijkste vindt. Let er altijd goed op dat je de hoogte goed kiest. De hoogte is de afstand van de top van de piramide of de kegel en staat loodrecht op het grondvlak. Vaak krijg je deze cadeau in een opdracht. Maar het kan ook voorkomen dat je de stelling van Pythagoras moet gebruiken om de hoogte nog uit te rekenen. Laten we 2 voorbeelden bekijken. Een piramide en een kegel met een diameter van 20 en een hoogte van 32. Eerste piramide. Het grondvlak is 20 bij 20 en heeft dus een oppervlakte van 400 vierkante centimeter. Dan keer de hoogte 48 en keer 1/3. Geeft de inhoud van 6400 kubieke centimeter. Dan de kegel. De diameter is 20 centimeter, dus de straal is 10. De oppervlakte van het grondvlak is dus 10 keer 10 keer pi, is gelijk aan 100 keer pi. Dat keer de hoogte 32 keer 1/3 geeft de inhoud van 3351 kubieke centimeter. Nu kan je de inhoud berekenen van eenvoudige ruimtefiguren. Vaak zul je figuren tegenkomen in opdrachten die zijn samengesteld uit verschillende ruimtefiguren. Dan is het eenvoudigweg een kwestie van ieder figuur apart uitrekenen en de inhouden bij elkaar optellen of juist van elkaar afhalen. Weer bedankt voor het kijken. Vind je deze video leuk of heeft het geholpen bij wiskunde? Klik dan op vind ik leuk duimpje. Ik zeg graag tot de volgende keer. We'll be right back.